Hallo bunkerliefhebbers, wij hebben een ST502 dubbelmanschappenverblijf voor 20 man gevonden. Het is een krappe ingang, maar ik kan mijn weg naar binnen werken en jullie gaan mee. Dat is hem. Oh, dat is krap. Maar we gaan hem wel doen. Oh, dat is kut, want er zit hier zo'n balk. Nou ja. Oké, kom maar op. Oh shit zeg. Oké, geef maar. Dit is een bunker met wat geschiedenis van heel veel verschillende tijdsperiodes. Dit is een 502. En in de oorlog was het een dubbel manschappenverblijf voor 20 man. Na de oorlog is deze ooit opgegraven met het idee om er een clubhuis van te maken. Dat clubhuis ging toen niet door. Toen is hij weer begraven. En daarna is hij weer opgegraven. En nu staan wij hier. Wij hebben hem trouwens niet opgegraven. Hij lag al open. Maar... dus nou ja, dit is origineel, die camouflage die jullie daar zien. Als ik hier even laat zien... Dit is het bunkernummer 5001A en de ST. En dat is dus in de clubhuistijd is dit wit geschilderd en is dat erop gezet. En aan de andere kant zien we nog een soort van origineel nummer. Hier heb je de dikke panzerdeur gehangen. Dit is de gassluis waar we nu in lopen. Dit hier is een overdrukventiel met zo'n klep erop. Het komt open en dicht, maar het klepje dat zit er niet op. Wel grappig om een keer te zien. Helemaal dichtgekit. Waarschijnlijk dus in de clubhuistijd. Dit zijn de personeelsruimtes. En dit is het andere nummer. En dit is nog half origineel. Nou, je ziet, er is ook brand geweest hier. Het is allemaal niet in goede staat. En dat nummer, dat is nog met stift even verduidelijkt. Dus het is ook weer niet helemaal origineel. Dit is de andere ingang. Die zit dicht. En dan ga ik met jullie de ruimtes in. Ja, we gaan de ruimtes in. Twee personeelsruimtes en een periscoopruimte. Maar die periscoop werd niet altijd geplaatst. We zijn in de ruimtes. Nou ja, om te beginnen, er zijn nog best wel wat details te zien. Ondanks dat het clubhuis erin gezeten heeft. Dit is karakteristiek aan het type 502. Is één grote kamer met een tussenmuur. En in elke kamer zat 10 man. Dus dit is de eerste kamer voor 10 man waar we nu in staan. Hier hebben die bedden gezeten. Hier is nog, zijn nog die latten waar die bedden opgehangen hebben. Dit is de ingangsverdediging. Teksten uit de clubhuistijd. WCBB, heropening 28.12.2010. Olly en Bassie. En iets interessanter naar mijn mening... Hier heeft de filtertafel gehangen voor de Heeres Eindschutzlufter, de Hessluftler. En de datum dat de Hessluftler opgehangen is, staat erop. 18 april 1943, dat is echt best wel uniek, dat is gaaf. Nou, wat dit is, ik zou het niet weten, volgens mij niet origineel. Ik heb het nog nooit gezien in ieder geval. Heel gek. Nou ja, net de tegelvloer. Dat is wel mooi om te zien. Dat zien we niet zo vaak. Tenminste, je ziet het wel vaak, maar deze is best wel netjes. Met het afvoerputje. En dan gaan we naar het tweede stuk. En die eerste kamer, zoals jullie zien, is netjes wit geverfd in de clubhuistijd. En die tweede kamer is een beetje viezig. Er ligt heel veel troep op de grond. Zoals je wel kan zien. Is ook fik geweest, ruikt niet lekker. Het is volgens mij ook bepaald niet gezond om hier te zijn. Deze ingangsverdedigingplaat is iets minder compleet. We gaan even al de troep langs. Ranzig. Nou, dit is dus de tweede ruimte. Ietsjes minder staat. Een heel stuk minder staat. Niet ietsjes minder, gewoon een heel stuk minder. Nou ja, hier het putje. Tussen de troep. Hier ook een stuk minder details om over te praten. Als het goed is heeft hier ook een filter gehangen. Want we hadden een paar dagen terug ook een 502 gedaan. Hier zo'n rooster van de bunker. Grappig. De blindplaat. Van de bunker. En dit is de periscoopruimte. Maar het ding met de periscoopruimte is dat het hier heel ongezond is.
waar dat periscoop hier nooit opgehangen is. Want je ziet, normaal had hier dan de periscoop gezeten. Maar aangezien het vaste types zijn, werd de periscoopruimte dus altijd geplaatst. Alleen dus niet altijd met een periscoop erin. Ja, je hebt nog een beetje verkoolde kabels. En verder was dat hem wel voor deze aflevering. Ik ga nog even gauw wat foto's maken voor de Instagram pagina @fortifications_nl. En dan zie ik jullie morgen weer.